Dierproeven. Bij de een beginnen de aderen spontaan op te zwellen en de ander ziet het nut er wel van in. Of je nou voor of tegen bent, de vergunning voor de uitbreiding van het aantal proefdieren in Schaik is er door. Chef Gielen, je bent directeur van Cadence Science Partner. Waarom kunnen we nou nog steeds niet zonder proefdieren? We kunnen niet zonder proefdieren omdat er nog steeds eisen gesteld worden aan de ontwikkeling van medicijnen, zowel voor mens en dier. Dat een aantal van de testen gedaan worden met de dieren, alvorens ze in de mens getest worden of in het doeldier. En los daarvan zijn er... Het doeldier? Het doeldier wil zeggen als je dus geneesmiddelen voor dieren als je die ontwikkelt, dan heb je dus... De eerste experimenten kun je nog doen met ratten of muizen. Oh maar daarna voor het paard of voor de koe. Dan moet je natuurlijk ja. ook het doeldier behandelen. Chef, in een tijd waarin we vliegende auto's kunnen creëren, waarin we een hart uit de 3D-printer kunnen trekken, waarom hebben we nog steeds dierproeven en zijn die niet gewoon ontzettend achterhaald? Ze zijn zeker nog niet achterhaald. <coughs> omdat we ze inderdaad echt nodig hebben om de noodzakelijke experimenten te doen. Dierexperimenteel werk is nodig om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Mm -hmm. Daarnaast zijn er nog steeds niet voldoende alternatieven beschikbaar. Niet voldoende, maar ze zijn er dus wel? Er wordt zeker al uh, vele jaren gewerkt aan alternatieven. Alleen het lukt nog niet om uh, een dier helemaal te vervangen. En zolang dat niet uh, mogelijk is, zullen we dus dieren moeten gebruiken. Waarom zijn die tests zo belangrijk dat dat op een dier wordt uitgevoerd? Dan? Omdat je op een gegeven moment moet weten hoe een bepaalde stof werkt in een levend organisme. En uh, wij als mens hebben ervoor gekozen om daarvoor het dier te gebruiken... en niet meteen maar als eerste naar de mens toe te gaan. Mm -hmm. Oké, okay. maar dat kan misschien dus achterhaald zijn. Wat, wat gebeurt er nou precies bij die dieren? We zien hier een muisje. Het gaat om muizen, ratten, fretten, konijnen. Er is een breed scala aan uh, proefdieren. En uh, wat er gebeurt is dat inderdaad uh, diverse... Echt, het is een heel breed scala van uh, onderzoeken wat uitgevoerd wordt. En daar worden die dieren voor gebruikt. En het is zeker niet zo dat... Uh, Dieren onnodig lijden als die experimenten gedaan worden. Niet? Hoezo niet? Nou, omdat uh, voor heel veel experimenten, waar op een gegeven moment een dier uiteindelijk dan toch uh, gedood moet worden, maar ook als het dier bepaalde behandelingen moet uh, ondergaan, wordt een uh, dier net als een mens uh, verdoofd. Dus een dier uh, hoeft echt niet onnodig te lijden. En er zijn ook heel veel dieren die in experimenten gebruikt worden. Die, waarvan de dieren na afloop van de experiment gewoon blijven leven. Er zijn al grotere programma's opgezet, bijvoorbeeld uh, werken met honden. En uh, die dieren die worden nadat uh, de experimenten zijn gedaan, gaan ze de maatschappij in, komen gezinnen terecht. Oké, okay, maar als ik even, want je zegt van het hoeft niet onnodig te lijden. Ze worden gedood op het moment dat het te veel zeer gaat doen. Volgens mij. De, de plaatjes die wij regelmatig te zien krijgen, dat zijn konijnen met, met, met kapotte ogen en, en uh, uh, aapjes en dieren, waar de hersenpannen van open worden ge, gesneden. Om daar vervolgens hele stellages in te werken. Om te kijken hoe dat, dat werkt. Is dat niet onnodig lijden? Dat is zeker onnodig lijden. Maar dat soort zaken wat je nu omschrijft, ja? zul je dus in Schaik helemaal niet zien. Maar wat zien we daar dan wel? Wat gebeurt wat je, daar dan? Wat je dus in Schaik ziet, is dat inderdaad. Uh, Muizen en ratten, maar ook andere uh, diersoorten als konijnen, mm -hmm. worden dus uh, keurig in, uh, in hokken gehouden. hebben dus echt een uh, prima onderkomen. In het stro, gezellig, pakjes water, voer. Inderdaad, ja, echt. echt. Er wordt alles gedaan om de, de dieren zoveel zo mogelijk comfort te bieden. Mm -hmm. En dat zie je ook, die dieren zijn wat dat betreft maar heel Maar wat, wat gebeurt er dan bij ze? Want hun hersenpan wordt er niet opengezaagd. Maar wat, waar moet ik aan denken? Nou, wat je aan moet denken is bijvoorbeeld het testen van een vaccin. Mm -hmm. En wat er dan gebeurt is dat het dier een injectie krijgt... met het betreffende vaccin wat in ontwikkeling is. En na een aantal weken... Wordt er op regelmatige tijden bloed afgenomen? Wordt gekeken of er antistoffen tegen het betreffende virus of bacteriën gevonden zijn worden? Zijn aangemaakt. Oké, okay, maar nou is er dus een aanvraag gedaan om dus die ratten, die kleinere dieren, zeg maar, de konijnen en zo, om daar een uitbreiding van te krijgen, zodat er meer dieren in schuik zouden mogen zijn om te kunnen gaan testen. Ja. Voorheen ja. ging dat ook nog over honden. Daar kwam heel veel commentaar op. Dat vond jij zelf ook. Een Klopt. hond hoort daar niet te zitten. Maar waarom is een konijn... Uh, minder erg om iets aan te doen dan een hond? Nou, het is geen kwestie van iets aandoen. En, uh, het is, ook het is niet... geen vrijwillige keuze van de dieren, dat Zeker blijkt. Zeker niet. Nee, dat, uh, dat is ook zo. Maar uh, ik vind, en dat vind ik al jaren, en dat zal ik voorlopig ook nog blijven vinden, dat uh, experimenten met dieren noodzakelijk zijn. Alleen je moet ze onder goede omstandigheden moet je ze, die experimenten uitvoeren. Dan heb ik liever dat we dat in uh, Nederland doen, waar we een heel goede, stringente wet- en regelgeving hebben. Veel liever dan dat we in het buitenland zitten, bijvoorbeeld in China, waar de controle iets minder is dan hier in, in Nederland. Maar is het eh, allereerst, het worden natuurlijk wel meer dieren op het moment dat je ook in Nederland hier nog aan gaat beginnen, worden het ten eerste meer dieren? Het worden meer dieren in Schaik, maar voor Nederland worden het zeker niet meer dieren. Het is ook ons streven dat het proefdierengebruik vermindert, dus ook dat het aantal dieren wat voor uh, dierproeven gebruikt wordt ook minder wordt. Mm -hmm. En de... Faciliteiten die wij in Schaik hebben zijn dermate goed dat we zeggen tegen de bedrijven, kom naar Schaik toe. Gebruik daar die perfecte, die unieke faciliteiten, gebruik die. Mm -hmm, okay. En ga niet op andere plekken. Maar in het, het feit zitten. is toch ook wel dat op het moment dat het medicijn aanslaat zeg maar, op het konijntje en het moet uiteindelijk voor een mens gebruikt worden, dan komt toch ook een keer die hond, die koe of dat paard mm. naar voren, omdat het in verhouding grotere dieren moeten zijn. Dus we komen er toch niet onderuit dat het nu met kleinere dieren en minder en beter gedaan wordt. Het wordt toch gewoon gedaan dan? Het wordt steeds zeker gedaan en er worden ook nog honden gebruikt. Of die dieren dus allemaal in schaik ge gebruikt worden, dan zeg ik nee. Ik zeg niet dat er nooit een hond gebruikt zal worden. Mm. Maar op dit moment zitten er geen honden en voorlopig komen er ook geen honden. Oké, okay. maar je bent bioloog, hè? Je hebt zelf heel veel met de natuur. Heb je daar nou zelf geen last van op het moment dat er een krijsend konijn een spuitje krijgt? Ja, maar die konijnen krijgen ze niet op het moment dat je ze een spuitje geeft. Nee. Als je ziet hoe je hoe je met die dieren omgaat. En ook op het moment dat je bloed afneemt van die dieren. Het zijn echt geen krijschende dieren. Maar als we dan kijken, hè, want je hebt de Antidierproevencoalitie, die verzamelt handtekeningen. Dan heb je de Stichting Animal Rights, die, die zijn uh, met bezwaren bezig. Er zijn zoveel organisaties, zoveel demonstraties mee bezig. Wordt het niet tijd dat we gewoon eerst naar een alternatief gaan zoeken? In plaats van dat we hier nog veel meer geld en energie in gaan pompen? We moeten en-en doen. We moeten doorgaan met doelmatig uh, proefdieren te gebruiken en proberen proefdieren te verminderen. ...gelijktijdig moeten we zorgen dat er alternatieven komen voor proefdieren. Wanneer is Brabant proefdiervrij? Nou, ik heb zaterdag in een opiniestuk geschreven over 50 jaar. Maar ik hoop, dat lang, het, he? ik hoop dat het inderdaad veel eerder is. Ik hoop dat het over 20, 30 jaar proefdiervrij is. Maar het voordeel van onze Landert Campus is... ...dat we daar dus ook werken al aan vervangingen van proefdieren. Dus in de laboratoria gebeuren op dit moment experimenten. Er worden vaccins gemaakt, bijvoorbeeld tegen hersentumoren... Bij het maken van die vaccins en de ontwikkeling daarvan wordt helemaal geen dier gebruikt. Mooi. En als dat zover is, dan ben je de eerste die het komt vertellen. Zeker weten. Dank je wel.